Hoe is het gelukt om bij FC Twente te voetballen? Tom. Ik heb vorig jaar 33 doelpunten gemaakt. En toen dachten ze bij Twente, die moeten we hebben. Dus zo ben ik bij Twente terechtgekomen. Eigenlijk heel simpel. Maar wat je gescout hebt? Ja. Gewoon 33 keer scoren. Heel simpel. Wat vinden jullie van damesvoetbal? Ik vind het wel heel leuk om te zien hoe dat het beleefd is de afgelopen tijd met het vrouwen-EK. En ja, zelf volg ik het eigenlijk niet heel erg. Ik vind het een beetje saai. Het is wel eerlijk, hè, dat hij dat zegt. Misschien een microfoon? Soms is het ook saai om naar ons te kijken, hoor. Dat is waar. Zou ik gewoon zeggen. Wat is je favoriete eten en drinken? Ik vind een biefstukje vind ik wel heel erg lekker. Een lekker biefstukje met een pepersausje eroverheen. Met een paar frietjes erbij. En mijn vrienden lachen me altijd uit, maar ik vind een fristie erbij wel heel lekker. Dus, maar dat zeg ik niet al te vaak. Ik vind toch een pizza het lekkerst. Maar dat kunnen we helaas niet zo vaak eten, want je moet ook wel een beetje gezond eten. En drinken, ik drink eigenlijk alleen maar water of koffie. En ik moet af en toe wel een beetje koffie hebben om wakker te blijven. Dus dat drink ik ook nog best wel veel. En jij? Wat vind jij het lekkerst? Mijn favoriete eten is patat en mijn favoriete drinken is 7-Up. Oh, 7-Up. Lekker. Nou, dat is lekker lekker. Wie is je grote voorbeeld? Luis Suarez. En waarom? Ik denk dat hij heeft zijn carrière heel mooi opgebouwd. Hij komt eigenlijk van niets. Heeft zich hier in Nederland heel goed ontwikkeld. Is naar een topclub gegaan hier. En vanuit daar heeft hij een hele mooie carrière gemaakt. En maakt nog steeds heel veel mooie doelpunten. Dus dat is wel een voorbeeld voor mij. Mijn voorbeeld is Pirlo. Dat is een Italiaanse middenvelder. Die speelt nu in Amerika. En ik heb van de week gelezen dat hij helaas gaat stoppen. Hij is wel al een beetje oud, maar voetballen kan hij nog steeds. Hoe vaak kan je hoog houden en zal je het laten zien? Ik kan het 5000 keer, maar ik kan het niet laten zien. Wat staat er nog op je bucketlist? Nou, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Ik denk dat ik nog heel veel wil reizen. En ik denk dat dat wel een ding is wat op mijn bucketlist staat. Dus ja, heel veel reizen nog. Op mijn bucketlist staat ook reizen. Ik wil ook wel dingen zien nog van andere landen. Wat ook op mijn bucketlist staat is trouwen met mijn vriendin. Ik hoop dat dat ook heel, heel mooi wordt. Dus dat zijn twee dingen die wel bovenaan het lijstje staan. Zo leuk om te weten dan, hè? Welkom bucketlist? Ja? En wat staat daar op dan? Ik wil nog wel een keer naar Parijs. Oh, oké. Okay. Met je ouders? Ja. Ja. Of niet per se? Nee. Wie maakt de meeste grapjes in het team en wie kan je het beste voor de gek houden? Nou, bij ons in de kleedkamer is toch wel Jos Hooiveld, de grappenmaker. En die die hoor je er altijd wel bovenuit en die pakt de meeste grappies. En ik denk dat onze Belgische keeper dat die het meest voor de gek wordt gehouden. En dat ook heel makkelijk lukt. Welke voetballer zou volgens jou bij FC Twente moeten voetballen en waarom? Messi. Ja. Ik denk dat we dan wel misschien makkelijker wedstrijden zouden winnen. Wat is je gênantste moment? Oh. Daar is de microfoon. Dat is een hele goede vraag. Ik weet het wel hoor. Oh, nou. Die heb ik vandaag meegemaakt. Hij is maar 4 keer door zijn benen gespeeld vandaag. Ik heb vandaag 4 panna's gekregen, dus dat was best wel gênant. Weet je wat het is, een panna? Moet je ook even vragen van wie? Ja. Niet van Danny.
Wel een hele goede vraag hoor. Dat is wel een goede vraag. Doe jij iets voor de wedstrijd waarvan je denkt dat het geluk brengt? Ik trek eigenlijk eerst mijn rechterschoen aan en dan mijn linkerschoen. Altijd. En ik neem ook heel veel kauwgompjes voor een wedstrijd. En ik denk dat het mij geluk brengt. Wel lekker ruiken voor de tegenstander.